Kijk eens, ik sta bij Daikin in de Welvaartsstraat in Herentals, bij managing director meneer Oosterlink. Welkom in onze uitzending, meneer Oosterlink. De Alterma, dat is een totaal nieuwe warmtepomp. Zeer actueel en hypermodern. Kwestie van energiebesparing. Waarover gaat het precies, die Alterma? Alterma, in de eerste plaats welkom iedereen. De Alterma is uiteindelijk een verwarmingssysteem die drie systemen in elkaar brengt. Mm-hmm. Namelijk, die zorgt voor je sanitair warm water, die zorgt voor je dagdagelijkse verwarming in de woning en die eveneens koeling kan realiseren indien nodig. Het is een afgeleide van onze warmtepomp lucht-lucht die wij dagdagelijks produceren in Oostende, in ons productieapparaat. Mm-hmm. En uiteindelijk Europees gedesigned werd door de mensen van Daikin Europe in Oostende. Wat zijn de grote voordelen qua energiebesparing? Want we denken aan de jonge gezinnen hier in Nederland en ook de iets oudere gezinnen die willen hun huis renoveren en energie besparen. Wel, het is zo dat wij geconfronteerd zijn vandaag met de enorme brandstofprijzen. Enerzijds de prijzen rijzen de pan uit, maar anderzijds hebben wij ook het tekort aan fossiele brandstof. Nu, de ontwikkeling van die warmtepomp Alterma, die dus lucht-water is gebaseerd op lucht dat voor iedereen voorhanden is. En anderzijds hebben wij aan de secundaire zijde werken wij met lage temperatuur, zodanig dat wij een energiebesparing tot 60% kunnen realiseren. Dat is heel wat. En jullie organiseren infodagen, de Heating Days heet dat. Ja. En wanneer kunnen de mensen nog terecht hier? Wel, de Heating Days, nog de hele week lopen die door. Maar wij hebben speciale infosessies op het einde van de week zaterdag om 10:30, waar er een infosessie voorzien is. En eveneens om 15:00, waar de mensen ook terechtkomen met hun vragen en waar dat wij de nodige informatie kunnen verlenen. Dat is allemaal hier in de Welvaartsstraat, vlak aan de Atea-laan, heel gemakkelijk te vinden dus. Ja. Dat is allemaal gratis, maar u hebt ook een informatietelefoonnummer dat helemaal gratis is. Ja. Ook leuk dat de mensen vooraf eventjes een seintje laten, zo dat meneer Oosterlink? Dat klopt. Als het mogelijk is, zouden wij gewoon vragen, heeft ons een seintje op het telefoonnummer 0800 840 22.